Schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst, stuk nummer 33.898, nummer 1. Ik heet ook speciaal welkom de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En natuurlijk de mensen op de publieke tribune en de mensen die op een andere manier dit debat volgen. Dan verder, ik moet even kijken waar ik ben in mijn tekst. Verder heet ik natuurlijk de indiener van dit burgerinitiatief van harte welkom. Mevrouw Smit zal een toelichting op het ingediende burgerinitiatief geven. Zij zal dat vanaf het spreekgestoelte doen, waar normaal Kamerleden staan. Ik verzoek de Kamerbewaarder dan ook mevrouw Smit naar het spreekgestoelte te begeleiden. Mevrouw Smit, voordat ik u het woord geef, zal ik de procedure voor deze bijzondere gelegenheid even toelichten. Het is de afspraak dat er tijdens uw bijdrage niet geïnterrumpeerd mag worden. Er mogen dus door de Kamerleden hier aanwezig geen vragen worden gesteld of opmerkingen worden gemaakt. U mag hier uw initiatief toelichten, maar u mag niet van de gelegenheid gebruik maken om ook nog andere dingen te zeggen. U heeft hier 5 minuten de tijd voor. Ik wens u veel succes en geniet er ook van. Dank u. Geachte voorzitter, geachte minister, geachte leden van de Tweede Kamer en geacht publiek. Ik dank de voorzitter, de minister en de Tweede Kamerleden hartelijk voor de mogelijkheid om hier, jammer genoeg pas na 2 jaar, in de mij toegestaande tijd van 5 minuten, kort mijn burgerinitiatief te mogen inleiden. Ook dan dank ik Tros Radar, professor Barendrecht, familie, vrienden en lotgenoten voor hun niet aflatende hulp en steun in de afgelopen tijd. 2 jaar geleden startte ik mijn burgerinitiatief schriftelijke informatieplicht medische behandelingsovereenkomst. Het burgerinitiatief leidde binnen 48 uur tot maar liefst 57.000 steunbetuigingen. Ook vanuit de medische wereld en de juridische wereld is er erg veel bijval. In de tussentijd werd ik overspoeld door reacties van duizenden patiënten met schrijnende verhalen. Zij gaven aan nooit toestemming gegeven te hebben voor een operatie als ze beter waren geïnformeerd. Als ik het allemaal van tevoren had geweten, zou ik het nooit hebben laten doen. Dit gaat over operaties met implantaten, maar ook over veel standaardoperaties zonder implantaten, die dagelijks mensenlevens op zijn kop zetten. Ik denk dan aan ingrepen in zenuwrijke gebieden, allerlei vormen van plastische chirurgie en aan bijvoorbeeld galblaasoperaties die te vaak worden uitgevoerd. Zij leveren naar schatting alleen al zo'n 150 invaliden per jaar op. Ook het overhandigen van een bijsluiter als iemand een simpele KNO-operatie moet ondergaan is essentieel. Soms kan immers het reukvermogen blijvend worden aangetast. De patiënten die ik sprak waanden zich beschermd door de wet. Zij gingen ervan uit dat de dokter alles vertelt wat nodig is, zodat de patiënt wel overwogen kan beslissen. Alles dus, over risico's, complicaties en andere doeltreffende behandelmethoden. Helaas gebeurt het in de praktijk lang niet altijd. Dat deze patiënten konden vragen om schriftelijke informatie naast het mondelinge verhaal van de dokter, wisten ze vaak niet. De drempel om hier om te moeten vragen blijkt groot. Het voelt voor de patiënt als een motie van wantrouwen richting degene die hem moet gaan beter maken en met wie hij dus juist een vertrouwensband wil opbouwen. Schriftelijke informatie in de vorm van een bijsluiter of een verwijzing naar een internetsite zou de patiënt veel beter in staat kunnen stellen een weloverwogen keuze te maken. Het is vervolgens dan aan de patiënt zelf om daarvan wel of geen kennis te nemen. Risicovolle behandelingen zullen vervolgens door patiënten worden gemeden, hetgeen indirect ook zal bijdragen aan innovatie in de medische zorg en reductie van zorgkosten.
Bij een slimme en innovatieve uitwerking van de schriftelijke informatieplicht zal er misschien sprake zijn van een zeer beperkte extra administratieve belasting voor de zorgverleners ten opzichte van de huidige situatie, maar die valt in het niet bij de voordelen van het beschikbaar hebben van schriftelijke informatie tijdens de gesprekken tussen arts en patiënt. Achteraf zullen ook juridisch gezien zaken veel duidelijker liggen, waardoor de positie van patiënten, maar ook die van behandelaars, sterk zal verbeteren. Er zullen geen frustrerende welisnietige spelletjes rondom de informed consent meer hoeven plaats te vinden. We weten dat het vaak voorkomt dat de arts meent de patiënt vooraf over van alles en nog wat te hebben geïnformeerd, terwijl het helemaal niet overeenkomt met de beleving van de patiënt. Het is gek dat een patiënt voor een operatie vaak een handtekening moet zetten, terwijl volstrekt onduidelijk is naar aanleiding van welke door de dokter verstrekte informatie zijn beslissing heeft plaatsgevonden. Het is ook gek dat schriftelijke informatie voor bijna alle denkbare producten en diensten wel wettelijk verplicht is. Enkele ziekenhuizen laten al zien dat het wel degelijk mogelijk is op relatief simpele wijze digitaal en ook schriftelijk informatie te verstrekken. Helaas wordt hun voorbeeld nog lang niet door alle ziekenhuizen gevolgd. Er zijn de laatste jaren veel goede maatregelen doorgevoerd of in voorbereiding. Die moeten leiden tot veel meer transparantie in de kwaliteit van de gezondheidszorg en meer specifiek ook met betrekking tot patiëntveiligheid. Juist in het door minister Schippers uitgeroepen jaar van de transparantie past een slim uitgewerkte schriftelijke informatieplicht naar de individuele patiënt. Burgers vragen daarom. Natuurlijk willen zij weten wat er in en aan hun lichaam gebeurt en daarover kunnen nadenken. Zij willen weten of er buiten wat de arts hen aanbiedt nog andere behandelopties bestaan. En daarvoor, geachte voorzitter, rekent de burger vandaag op de Tweede Kamerleden. Zij kunnen het verschil maken voor de patiënt om in zijn broodnodige informatiebehoeften te voorzien. De huidige WGBO schiet hierin tekort. En de WKKGZ en kiesbeter.nl bieden niet de door ons gevraagde schriftelijke informatieplicht. Hoewel dat vaak ten onrechte wel wordt gesuggereerd. Ik dank u allen voor uw tijd en wens alle Tweede Kamerleden en de minister veel wijsheid en een vruchtbaar debat. Dank u wel. Alles gaat een beetje anders als normaal. Normaal mag het publiek de tribune geen instemming laten blijken, maar ook geen afkeuring. Maar in dit geval hoop ik dat u genoten heeft van dat u hier kon staan. En vraag ik u plaats te nemen in de voorzittersloge, zodat u het debat kunt gaan volgen. Oké, dank u wel. Dank u wel.